Ik ben Sandra Di Bartolo en ik heb een boek in de maak, Het zusje van vroeger, wat gaat over de hiërarchische verhoudingen in een Italiaanse familie. En dat is iets wat, denk ik, door veel mensen niet zo gezien wordt. Iedereen is zich er heel erg van bewust dat er enorme cultuurverschillen zijn met islamitische landen, bevolking en de Europese bevolking, maar zelfs de verschillen tussen Italianen en Nederlanders zijn voor heel veel mensen niet echt zichtbaar. En in dit boek komt dat, denk ik, heel erg naar boven. Het is niet zozeer mijn doel geweest om het verschil te laten zien tussen de Italiaanse en de Nederlandse cultuur, maar het is wel het gevolg van het iets willen vertellen over mijzelf, iets wat mijzelf bezighoudt en iets wat voor mij wel heel belangrijk is voor wie ik ben. Het is niet zozeer een biografie, het is geen autobiografie, maar ik denk dat ik, net als veel andere schrijvers, wel een stukje van mijzelf meeneem in het verhaal. Sylvana is Sylvana en ik zie veel dingen bij haar die ik ook bij mezelf zie, maar zij reageert er anders op en zij heeft toch andere dingen meegemaakt dan ik. Dus het is niet autobiografisch, maar wel heel herkenbaar. Ik ben dit boek eigenlijk begonnen in eerste instantie als een dagboek. Vooral in het eerste en ook wel het tweede hoofdstuk kun je dat heel goed zien. En op het moment dat ik besloten heb om er een boek van te gaan maken en het te gaan uitgeven, ben ik eigenlijk helemaal opnieuw begonnen, van vooraf aan. En is het zijn eigen leven gaan leiden en er gebeuren dingen in die niets met mijn eigen leven te maken hebben. Maar af en toe dan kom ik zelf toch wel eventjes om de hoek kijken. Maar het is Sylvana, haar leven en haar verhaal. Mensen in mijn omgeving, sowieso mijn eigen familie. Want die heeft mij, denk ik, wel de meeste stof gegeven om over te schrijven, want het gaat over de Italiaanse cultuur, een Italiaans gezin, en dat is natuurlijk iets wat het dichtst bij mij staat. Ja, tot nu toe is dat eigenlijk alleen maar positief en het is wel heel leuk. Vooral in het begin, toen ik mijn manuscript liet lezen aan mensen die dicht bij mij staan, om dat ik toch graag een beetje wilde toetsen of ik op de goede weg was, of het leuk was om te lezen ook voor andere mensen. En dan is het heel fijn als mensen zeggen wat leuk en ik vind het enig en het leest zo lekker. Maar eigenlijk is het heel fijn als mensen dan ook eerlijk durven te zeggen ik zou dat anders doen of ik begrijp dat stukje niet. En ja, dat heb ik goed gebruikt voordat ik mijn boek uiteindelijk op 10 pages heb geplaatst. En 10 pages, dat is de plaats waar het moet gaan gebeuren, want daar moeten mensen zijn om aandelen te kopen in dit boek. Ik denk dat ik op dit moment het meest bewondering heb voor Carmen. Dat is een zus van Sylvana die een moeilijk leven achter de rug heeft, omdat zij haar man ook al is verloren. En ik denk dat ik daar nu steeds meer begrip voor krijg, omdat ik inmiddels met het tweede boek bezig ben, wat alleen maar gaat over het leven van Carmen, haar overleden man. En daardoor ben ik, denk ik, na verloop van tijd steeds meer begrip gaan krijgen voor Carmen. Een hele dappere vrouw. Ja, ik hoop dat ik toch voor het eind van het jaar de benodigde 2000 aandelen heb. En mijn manuscript is al klaar. Veel schrijvers die hun manuscript op 10 pages hebben staan, hebben daarna nog 8 maanden de tijd om hun boek af te schrijven. Maar mijn boek is al af, dus wat mij betreft mag die daarna gelijk naar de boekenwinkel. Het vinden van een uitgever is lastig. Zelfs de schrijfster van Harry Potter heeft ongelooflijk haar best moeten doen om eindelijk een uitgever te vinden die haar boek wilde gaan uitgeven. En het leuke van 10 pages is dat eigenlijk de lezers bepalen of een boek de moeite waard is. Je kunt als schrijver 10 pagina's op de site van 10 pages zetten en de lezers die bepalen of het de moeite waard is. En door het kopen van aandelen in het boek
wordt het boek uiteindelijk bij het behalen van 2000 aandelen uitgegeven door een grote uitgeverij. Het zusje van vroeger geeft lezers een kijkje, denk ik, achter de gesloten deuren van een Italiaanse familie, waarin de hiërarchische verhoudingen toch een grotere rol spelen dan veel mensen denken. En als ze daar wat meer over willen weten, dan moet je gaan kijken op www.hetzusje.nl. Daar staan heel veel fragmenten en daar staat precies hoe je dit boek kunt krijgen.